Goedenavond, beste kijkers. Er blijven ernstige problemen met de Brusselse tunnels. Er zijn opnieuw brokstukken naar beneden gevallen. Diverse tunnels zijn afgesloten met een verkeerschaos tot gevolg. Amerikaanse presidentskandidaat Trump vat de situatie in Brussel als volgt samen. You go to Brussels. It's like living in a hellhole right now. Premier Michel van zijn kant herhaalt dat het België-bashing moet stoppen. En we ook moeten leren kijken naar de positieve kanten. Zo kunnen de tunnels ook voor werkgelegenheid zorgen. Jobs, jobs en nog jobs. Dat is een sleutel natuurlijk voor de sanering. Bovendien kunnen de tunnels ook een sleutel zijn om potentiële terroristen te vangen, tenzij deze hulp krijgen van buitenaf. Ook de toenemende kritiek van Duitsland en Nederland op onze kerncentrales wordt vlot gepareerd. De premier wijst erop dat de centrale van Tihange deze week nog maar één keer is uitgevallen. En dit is meteen een record voor dit jaar. Maar bovenop kan België ook trots zijn op de sport waarin het op alle vlakken uitblinkt. Tenzij er alsnog een Nederlander wint zondag. Dat was het weer voor deze week. Graag tot een volgend groot nieuws.